Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik vertellen wat je bij de special editions van Call of Duty Advanced Warfare krijgt en wat dat de pre-order bonussen zijn. Als je de game pre-ordert, krijg je een DLC voor Ghost, waarbij een wapencamo, een background en een patchet en natuurlijk een playcard. En een DLC voor Black Ops 2 met een wapencamo en een Call-It card. Je krijgt ook een Advanced Arsenal pak voor in de multiplayer. En het beste van al is de Day Zero Edition. Daarbij kun je de game 1 dag vooraf spelen. Dus op 3 november in plaats van 4 november. Bij de Special Edition van 85 euro krijg je de game zelf natuurlijk, een steelbox, de soundtrack, een artbook en een tal van DLC's. Zoals twee wapens, waarvan één een assault rifle en het andere een atlas pistool, een atlas pak, exoskeleton, een atlas helm en een playcard. En een exclusieve die alle in Modern Warfare 1 zat, maar die nu nog uitkomt voor Advanced Warfare. Maar dat kun je het wel niet maken. Bij de Pro Edition van 110 euro krijg je net hetzelfde als bij de Special Edition, maar krijg je nog alle DLC's. Maar deze is al uitverkocht bij de Game Mini. Buiten het verhaal en de multiplayer had er ook een derde mode zijn. Ze hebben nog niet verteld welke, maar er zeggen er veel dat het robot zombies gaan zijn. Dus hetzelfde concept als zombies van Black Ops met de robots. Oké, moest je nog vragen hebben, stel maar. En vergeet niet te liken en te subscriben. Dank u.